Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Tiel aan tafel. Het wordt weer een interessante uitzending met leuke mensen, leuke gasten. Zo is dat, Sari. Onder andere het bloemetje van de week. Het vaste ingrediënt wat in elke Tiel aan tafel aanwezig is. Dat klopt. Daarnaast komt Claudia Penders van Idem Dito langs. En zij heeft Femke meegenomen. Zij gaat meespelen. Het gaat over die musical, hè, die aan het eind van het jaar wordt uitgevoerd. Ja, zeker. Zeker. In de straatpraat vragen we, kent u 3 Tielse politici? Ja. En we hebben natuurlijk een gast aan tafel. En dat is André van Alphen. Jij bent van Astylos. Dat klopt. Jij bent hier met een bijzondere missie. Ja, dat klopt. Wandelfit. Ja. Wat kun jij daarover vertellen? We zijn Wandelfit opgestart voor de senioren in Tiel. En we zijn gaan samenwerken met de gemeente, met seniorenbeleid. Senioren in beweging. Ja, het is het jaarthema van de gemeente Tiel, hè? Het jaar van de senioren. En daar valt het mooi mee samen. Daar valt het heel mooi mee samen. En het sluit mooi bij elkaar aan. En de Wandelbond en de Atletiekbond die zijn samengegaan. En we merkten binnen Astylos dat veel mensen die ouder werden of blessures kregen, ja, die wilden graag bij de vereniging blijven, maar die vielen gewoon weg. Omdat ze niet meer konden hardlopen. Goed, ze vielen dus weg, maar jullie willen ze behouden. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, toen zijn we Wandelfit opgestart. Mm-hmm. Er waren binnen onze vereniging ook heel veel mensen die naast hardlopen aan wandelen deden. Het is een aantal trainers van onder, ik heb het samen opgepakt. En toen zijn we Wandelfit voor senioren opgestart. En dat is heel goed aangeslagen. En dat is al opgestart? Ja. En hoe gaat het? Wat houdt het in? Ja, precies. Ja, de mensen komen allemaal bij elkaar en dan? Ja, er zijn diverse soorten mensen bij elkaar gekomen. We zijn echt met een nulpunt gestart. En we zijn met 3 trainers en we delen mensen in categorieën in. En dan gaan we s'avonds een training doen. Dat kan een intervaltraining, wandeltraining zijn. Oh, dat is nog best pittig dus? Is nog best pittig. Oké. Okay. Ja. Dus is het niet gewoon langs de dijk wandelen? Nee, er wordt echt best pittig getraind. Er wordt ook echt vooruitgekeken waar je naartoe wil. En we proberen de mensen echt te streven naar diverse tochten in de omgeving. Binnenkort is 6 december een wandeltocht in Gellemalsen. Daar gaan we naartoe. En jullie doen dat met een periodiek? Ja. Dus ze streven telkens vooruit. Mensen gaan nu ook steeds verder. En ze lopen nu zelfs al zo goed. Vorige week heb de langzame groep, die loopt al 6 kilometer op een avond. En de snelle groep, die zit op 8,5 kilometer. Nou, dat is best pittig, ja. Ja. En wat is dan een senior voor jullie? Je moet, zit er een bepaalde leeftijd aan? Nee, er zit geen leeftijd aan. Is echt tot 70, in de 70 lopen mensen zelfs bij ons. Dat is een mooie doelgroep. Mensen weer lekker aan het bewegen krijgen. En voor ons is het belangrijk binnen de vereniging. Ja, die mensen voelen zich betrokken bij de vereniging en doen ook alles gezamenlijk. En het heeft natuurlijk ook spin-off. Ze doen meer dan alleen maar dit. Ja, absoluut. Merk je dat al als vereniging zijnde? Ja, het leuke van deze vereniging is dat we mensen ook gezamenlijk naar omste beurt achter de bar gaan staan. Ja, en, we hebben 13 december staat we al een cursus op. Dus voor nieuwe wandelbegeleiders. Die gaan de trainers dan ondersteunen. Okay. En dus dat gaat al heel goed, zeg maar. Zwaar. Een hoop mensen melden zich voor aan. Ja, en hoe vaak per week of 1 keer in de week, hoe vaak wandelen jullie? Elke woensdag is van 8:30 tot 9:00, 8:15 ongeveer. En op zaterdag zetten we dan voor de mensen tochten uit. En dan gaan we steeds verder uitbouwen. Binnenkort dan die eerste tocht. We moeten eerst met de mensen beginnen ergens en dan bouwen we het uit. Het doel is sowieso de bloesemtocht. En er zijn al enkele mensen die kijken al verder vooruit naar een vierdaagse. Maar laten we eerst het streven hebben, eerst de bloesemtocht. Dan kunnen mensen een 25 kilometer, dat is het minimale. Mm-hmm. En er zijn bij die wel naar 40 kilometer toe. Dus dat is heel mooi. Hartstikke goed initiatief. Ja, prachtig. Stel je voor dat mensen zich nu gestimuleerd voelen of denken van, dat lijkt mij ook wel wat. Kun je er dan nog bij? Ja, je kunt er zeker bij. Omdat we 3 trainers hebben. En we hebben een langzame groep, een gemiddelde groep en een hele snelle groep. Mm-hmm. En we pikken elkaar onderweg telkens weer op. Dus niet iedereen kan ook even weer terugzakken. Dan weer zeggen, ook ik ga weer wat sneller vooruit. Ja, het is voor iedereen te doen. En dat is het mooie van. En voor senioren, het is gewoon heel goed. Kun je zo'n training schetsen? Hoe gaat het er aan toe? Ja, we beginnen eerst met een warming-up. Dat doen we wat loopscholingen dan met z'n allen. Daar gaan we wat trekken. Spieren een beetje, we gaan met z'n allen losmaken. En dan gaan we de groepen verdelen. En dan gaan we telkens lusjes maken op de weg. We hebben een parcours uitgezet, de trainers. En dan kunnen mensen een kleiner lusje of een groter lusje pakken. En dan komen we telkens weer gezamenlijk bij elkaar.
En zo streven. Krijgen de vierdaagse in het klein. Eigenlijk wel, ja. Ja, maar dat gaat in een pittig tempo dus. Ja, maar je leert wat de mensen ook leren. Want je denkt, ja, iedereen kan maar gewoon lopen. Ja. Maar een goede houding is gewoon heel belangrijk. Hoe sta je? Wat is je houding? Daar letten jullie ook op. Daar letten wij als trainers, dat vinden we heel belangrijk. Maar ga je te ver naar voren hangen, ja, dan ga je je knieën belasten. Ja. En vooral, het is ook sociaal bezigheid. Mensen zijn lekker met elkaar, zijn de hele avond, ja, kunnen lekker praten. Ja. Dat is het verschil met hardlopen. Ik ben al, ja, 35 jaar hardlooptrainer. Maar dan heb je geen tijd om met elkaar te praten. En dat is wel belangrijk. Nee, dat is lastig tijdens het hardlopen. Ja. En als is eigenlijk de katalysator. Het gaat goed met de vereniging, hè? Het gaat heel goed met de vereniging, ja. Ja, we zijn er ook heel trots op. En ja, dit is weer een stukje extra bij de vereniging die we bijbieden. Waar we voor de senioren. En dat is wel belangrijk. Maar ja, anders, net wat ik straks al zeg, je raakt leden kwijt die we niet kwijt willen. Maar de mensen zelf ook niet willen. En die zijn nu al oud-leden die weer teruggekomen zijn. En dat doet ons goed. Er zijn 6 stuks weer teruggekomen. En die komen dan weer lekker naar wandelen. Ja, een soort van warm bedje natuurlijk ook voor ze. Hè? Absoluut. Ja, het is een vrij gezellige vereniging. En dan is het wel leuk. En we hebben nu al een wandelweekend ook al, die wordt in april. Dat is een trainingsweekend die we altijd hebben binnen Asjelos. En daar zit nu ook wandelen bij. Dus dan kunnen mensen ook een heel weekend wandelen, dan gaan we de natuur in. Dus dat is ook wordt ook al getraind voor de Roel Boema loop. Ja, en dat is ook het mooie van Roel Boema lopen. Het gaat iets harder natuurlijk dan wandelen. Nee. Je kunt op allerlei niveaus mee doen. Ja. Zelfs wij kunnen meedoen. Ja, absoluut. Ja. Dus, wie weet. Zijn niet de snelste hoor. Maar. Dat maakt niet uit, want de Roel Boema trimmerloop hebben we dit jaar al voorzichtig uitgebreid met een wandeltocht. Hebben we dit jaar gekeken. En dan gaan we dit jaar nu ook uitbreiden, de wandeltocht, naar een 5, 10 en zelfs een 15 kilometer. Die loopt helemaal om Passewaaij heen. Dus het wandelgedeelte wordt ook stukken uitgebreid. Maar zo halen we nog meer geld op voor het goede doel. Ja, precies. Voor mensen die dat niet weten, kunnen we in het kort uitleggen wat die Roel Boema loop precies inhoudt? Ja, Roel Boema trailloop, die is gestart. Er was iemand die bij mij in de groep trainde. En Roel kreeg helaas kanker. En toen heb ik Roel vertelde mij toen van ja, ik ben goed geholpen door het ziekenhuis. En toen zijn we samen, zullen we geld op gaan halen voor het ziekenhuis. En elk jaar lopen de mensen mee en het inschrijfgeld gaat helemaal naar de lichtjeszakjes van het ziekenhuis. Precies, en daar richten de vrienden van het ziekenhuis Rivierenland weer kamers mee in. Ja. Zo hebben ze elk jaar een ander thema. Elk jaar een ander thema, ja. Heel goed. Ja, mooi. Ja. Oké, mij is het allemaal wel een beetje helder. Ja, absoluut. Ik vind het een heel mooi initiatief. Jullie spelen absoluut heel goed in op dat jaarthema ook. Want senioren die hebben gewoon inderdaad dat steuntje nodig. Ja, absoluut. En jullie geven dat. Ja, dus, dat wil ik wel. Ja. En nog even tot slot, als mensen zich aan willen melden of geroepen voelen van ik wil eens een keer een proefles meemaken of iets dergelijks. Informatie. Ze kunnen heel veel informatie vinden op www.wandelfit. Dat is de site dan van KBLO. Wandelfit.nl. Wandelfit.nl. Mm-hmm. Bij ons op Asjelos kunnen ze heel veel vinden. En ze zijn van harte welkom om op woensdagavond om 7:30 te komen kijken. En uiteraard mee te trainen. En dan kunnen ze proeven van de gezelligheid. Nou, dat is het belangrijkste. Leuk. Ja, goed. André, de sportman van Asjelos van Alphen. Dank je wel. Zo is dat. Bedankt voor je komst. En toen aan tafel, nu tijd voor de straatpraat. Ja, wij hebben het winkelend publiek gevraagd. Kunt u 3 Tielse politici noemen en waar kent u ze van? Meneer, een vraagje. Pardon? Polish. Oké, dank u. Kun jij 3 Tielse politici opnoemen en waar ken je ze van? Nee, helaas. Nee? Oh, hier van Tiel, lokale, zeg maar, lokale politiek? Ja, waar kan ik ze van? Petra, kom eens. Help jij eens even een beetje mee? Kunt u wat namen noemen? Ja, even kijken. Dan moet ik even... Overvallen? Ja, van overvallen. Nou, ik kan het nou niet verwachten. Kun je 3 Tielse politici noemen? En waar ken je ze van? Verspuy, Driessen en... even denken hoor. Hoe heet die vrouw nou? En je hebt Manuhutu, heb je ook. Ja, ik kan de wethouders noemen. Is dat een goeie? Verspuy, Melissen en Driessen. Politici? Moet ik even denken natuurlijk. Verspuy. En die in Agnietenstraat woont, hoe heet die ook weer? Ik zie wel, ik kan niet op de naam komen. Van de Burg, juist. En
wie hebben we nog meer? Mevrouw Van Rij. Ja, er zijn er drie, hè? Ja. Kunt u mij drie Tielse politici noemen? En waar kent u ze van? Nee, ik ben er niet in geïnteresseerd verder. Nee, ik ken het niet. En u, mevrouw? Henk Driessen. En Jolanda Stoetenvlag. Goed zo. Ja. Waar zijn die van de Rode? Nee, van de ChristenUnie. En Henk Driessen van de VVD? Nee, het CDA. Oh, de derde, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee, dat kan ik even niet opkomen. Kun jij drie Tielse politici noemen? En waar ken je ze van? Laurens Verspuy in ieder geval, van D66. En hij woont bij ons om de hoek. En dat waren ze eigenlijk. Hallo. Ja, hallo. Kunt u mij drie Tielse politici noemen? En waar kent u ze van? Drie. Pieter van den Burg. Mijn god, ik ben helemaal niet zo onderlegd. Het is ook een overval, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Pieter van den Burg, zei ik. Laurens. Van Rij. Kijk, daar komen drie. Drie. Ja. Helaas, ik kan ze niet noemen. Nee, ik woon nog niet zo heel lang in Tiel en ik zie af en toe wel jullie programma, maar ik heb geen namen, nee. Nee, weet ik niet. Nee. Drie Tielse politici. Nou, ik weet niet of ik dat helemaal red, maar Dries is er één. Oei van den Burg. Twee? Ja. Denk. Ja. Een gezicht, ziet u al een gezicht? Ja, Seuze, is dat er ook nog één of niet? Oeh, nee, die ken ik niet. Nee. Echt niet. Nou, houd het op, hè? Ja, en ik woon hier toch al 12 jaar. Ja. Ik merk bijzonder weinig van de Tielse politiek. Ja. Maar ja, drukke werkzaamheden. En ja, maar dat zegt toch wel wat. Het zegt iets over mij, maar ook over de politiek. Ja, Andriessen en mevrouw Meijer en verder ben ik niet gratis. Peter Maasbach, Burgerpartij. Moet ik ook anderen noemen, hè? Van andere partijen. Wie heb je nog meer? Ik weet wel hoe het je eruit ziet, maar de naam niet. Beschrijf hem eens. Flinke man. Netjes van D66. Ja, netjes gezegd. Ja. En wie heb je nog meer? Ik kom heel vaak over Facebook langs. Een vrouw, blond haar. Tot hier te. Namen? Nee. Niet één? Nee, ik helemaal geen één. Ik hou me er helemaal niet mee bezig. Ja. Is goed, dat is iets. Jessica. Inmiddels is het vol aan tafel, want er zijn wat mensen van Idem Dito aangeschoven. En dat is Claudia. En Claudia, jij bent de choreograaf eigenlijk van Idem Dito. En naast mij zit Minke, de regisseur. En niet heel onbelangrijk, in het midden zit Femke Jansen. En jij speelt mee, hè? Ja. Ja. En Minke, bij jou te beginnen. Hoe gaat het nu? Want jullie zijn al een heel ver stadium natuurlijk. Ja, we zijn al vanaf februari, maart bezig. En het gaat eigenlijk hartstikke goed. Er is ook nog genoeg te doen. We moeten hard werken, maar we hebben een ontzettend goede groep. Ze werken ook al heel erg hard en er staat al iets heel erg moois. Dus het gaat behoorlijk goed. In december hebben jullie de uitvoering, hè? Ja. Idem Dito, wat is dat nou precies? Het is een musical project, eigenlijk over verschillende scholen in Tiel. Ik geloof dat er 20 scholen meedoen. Mm-hmm. En die hebben allemaal een groepje kinderen gestuurd die auditie hebben gedaan. Ja, echt, waren echt heel serieus. Nou, we zijn erbij geweest met de Stad CV. Precies, heel we leuk. Zijn ook echt scholen geweest die al audities op de scholen hebben gehouden. Mm-hmm. En die kinderen hebben bij ons auditie gedaan. We hebben er per school 3 tot 5 kinderen uitgekozen. En daar hebben we nu een club mee waar we de voorstellingen mee gaan maken en die spelen we uiteindelijk voor al die scholen. Dus alle klasgenoten komen ook kijken. En dat is op vrijdag 12 december?
Nee, dat is de grote gala. Dat is de grote gala. En die week eraan voorafgaand zijn de schoolvoorstellen. Okay. Ja. Ja. Verloren idee, zo heet het nu. Gebaseerd op muziek van John van Buren, Verloren Vorst. Ja. Kun je wat vertellen over Verloren idee? Misschien kun jij er wel iets over vertellen over de musical. Het gaat over een meisje en een jongen. En de jongen die raakt zijn idee kwijt. Zijn pasje, zeg maar. Ja. Zo, ja. En het zijn identiteitskaart. En dan gaan we met z'n allen allemaal zoeken. En, maar in een, op een gegeven moment komen we eigenlijk terecht in een sprookjesbos. En het postkantoor en de managers zijn eigenlijk de baas. Mm-hmm. En het postkantoor, ja, daar raken ze eigenlijk de idee kwijt. Mm-hmm. En ja, de managers en het postkantoor, die mogen elkaar niet echt. Mm-hmm. Die managers spelen eigenlijk een beetje de baas. En de familie gaan allemaal zoeken in de dozen en zo. En op een gegeven moment dan vinden ze de idee. Oh, en dan komt de ontknoping en daar gaan we niet over praten. De grote verrassing is waar ze hem vinden natuurlijk. En dat zeggen we nog niet. En wat doe jij in de musical? Ik ben een manager in de M1. Dat is eigenlijk een bitchie. Oh, je hebt een grote kattenkop. Ja. Jij bent zo in die heel streng is. Ja. Oké, en kan jij dat wel? Ja. Dat lukt jou wel. Typecasting, hè? Maar dat betekent dat is niet alleen gesproken, maar dan moet je ook zingen. Ja. En dansen. Het meest eigenlijk zingen. En ik speel ook in een scène. En dan moet ik ook, dan moet ik uitstralen hoe ik een trut ben. Oh jee, een trut. Ja. En hoe doe je dat dan? Oeps. Een beetje. Zoals jij met het zweepje eroverheen, of niet? Ja. 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 Hey, vind je het leuk? Leuk om te doen? Ja, ik vind het heel leuk om te doen, want je leert ook andere mensen kennen. En het is heel gezellig. Aanstekelijk, denk ik, hè? Ja. Ja. En Claudia, jij doet de choreografie. Zeker. Is er nou veel teruggekeken naar Verloren Vorst van destijds wat betreft het dansen, de invulling daarvan? Eigenlijk bijna niet. Wel een heel klein beetje, omdat ik het heel leuk vond om sommige hele kleine dingetjes terug te pakken. Eigenlijk, je maakt toch op die kids. Je staat in die repetitie en wat zij geven, dat ga je vormgeven. Zo werken we allemaal. Dus je kijkt naar het talent en precies, wat je daarmee kan. Want ik kan wel een idee hebben, maar als ik een dansje wil maken met 10 jongens en ik heb 17 meisjes, dan wordt het al lastig. Ja, precies. Ja. Dus je werkt heel erg in het moment en in de repetitie. En dan, eigenlijk hebben we een heel groot gedeelte al wel af, toch? Ja, ja, serieus? Je bent al lekker op schema. Ja, toch moeten er nog wel heel veel dingen gebeuren. Maar er zijn ook al heel veel dingen heel goed. Maar goed, we hebben nog genoeg te doen, wat Minke net al zei. Echt, als ik eraan denk dat de puntjes op de i, zo. Ja, en die zijn dan toch nog best wel groot. Precies. Het zijn flinke punten. Ja, maar goed, dan maak je het ook af. Hè, de basis is er nu en nou wordt het helemaal geperfectioneerd. Ja, maar zijn we ook bezig. Marjan van Oever heeft een prachtig decor gemaakt. Waar we nog niks over kunnen zeggen natuurlijk. En de kostuums zijn we mee bezig. En er wordt zoveel nu geïntegreerd. En dat is waar nu heel veel tijd in gaat zitten. Ze gaan met een live band spelen. En er moeten 2 hele zondagen moeten gewoon gerepeteerd worden dat die kinderen wennen aan met live muziek. Want nu ren ik als een hysterische door de zaal om het bandje aan te zetten. En straks zit daar een drummer die af gaat tikken voordat ze mag beginnen. Weet je, dus dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Ja, een heel ander gevoel ook. Mm-hmm. En dan gaan we ook nog een dag wennen in de Agnietenhof. Want als je straks op zo'n mega groot podium staat. Ja, en wat voor een podium, hè? Nou, en het is helemaal verbouwd. En ik hoorde zelfs 800 stoelen. Ik weet niet of jullie dat dan meegekregen hebben. Maar de bak. Ja. Doen we even. Dat is toch zeker stoer, hè? Ja. Hey, als je het praat over het niveau, hè? Nou begrijp ik dat je natuurlijk altijd zegt van het is geweldig. Maar als je dat vergelijkt door de jaren heen? Nou, ik moet zeggen dat het niveau dit jaar wel echt heel hoog is. En dat zeggen mijn collega's ook wel. En er heerst gewoon vooral een super goede sfeer. En daar casten jullie ook op, hè? Nou ja, precies. Ja. Hè? Dat je gewoon... De groep is heel werkbaar. En we zijn heel streng voor ze. Er komt gelach. We gaan het zo horen. Want hoeveel mensen doen er nou mee? Uit mijn hoofd. We zijn begonnen met 68. En ik denk dat nu ze 65 zijn. 65. Ja, er zijn heel weinig mensen ook afgevallen. Dus. Ja. Ja, wow. Dus, het is gewoon een hele grote productie, hè? Als je het zo bekijkt. Ja, pittig hoor. Leuk. En dan ga jij dus straks op dat podium staan? Ja. Ja. Is dat voor jou voor het eerst of heb je dat al vaker gedaan? Nee, dit is nu mijn derde keer. Ook al, dus jij bent al een beetje ervaren. Een beetje hoe het voelt.
Ja. Ja, vind je dat spannend of heb je zoiets van goed gehoord? Ja, het blijft wel spannend, want ja, je staat daar en je schrikt echt van die allemaal, van die mensen en ja. En die kijken dan naar jou, zijn met jou bezig, dat is zo. Ja, ik vind het wel goed hoor. Heb je ook zoiets van, nou, ik wil later wel iets meer gaan doen in het theatervak? Nou ja, ik vind het wel heel erg leuk om echt te acteren. Ik wil wel iets doen met acteren. En zingen vind ik ook wel leuk. En dansen zit ik ook op. Nou. Ja, ik hou echt van het podium voor jou gemaakt. Ja. Nou, we gaan even van plaats verwisselen, want er gaan 3 andere kindjes plaatsnemen. En die zijn inmiddels aangeschoven. Hey, spannend ook voor jullie? Ja. 2 jongens en een dame. Ja. Ja. Hey. Kun jij mij vertellen wat voor rol jij gaat spelen straks? Ik ben Tientje. Dat is, ik ben goed bevriend met Jancy en dat is Dries. Jij bent Dries? Ja. Oké. En jullie hebben samen een vriendschap in het straks? Ja, en dan hij is zijn idee kwijtgeraakt en dan... Oh, jij het is jouw idee? Ja. Okay. Oh jeetje. En jij, wat doe jij in het stuk? Nou, ik heb nog niet echt een echte rol. Maar ik ben een beetje zo iemand die erbij staat, achter de dozen zit te kijken en zo. Ja, maar dat is wel heel belangrijk ook, hè? Dat is ook heel opvallend, eigenlijk. Maar ik heb best heel veel tekst. En moeten jullie nog heel veel leren of zit het er al redelijk in? Het zit er al wel redelijk in, dat is gek. Ja. Dus de dag kan eigenlijk niet zo snel genoeg komen? Ja. Nee. Oh, en dan straks de kostuums gaan passen en zo. Ja, dat hebben we al gedaan. Ook al gedaan. Nou, ze zitten echt op schema. Ja, gaat helemaal goed komen. Hey, Sari, eventjes nog terugkomend. Als mensen willen gaan kijken, dat kan dus op 12 december. Dat 12 is wel speciaal gaan. Ja, volgens mij loopt die wel ontzettend gauw vol nu hoor. Dus als mensen nog kaarten willen, moeten ze heel snel zijn, hè? Weten jullie waar die kaartjes te vinden zijn? Ja, dus op internet waarschijnlijk. Volgens mij kon je kon ze ook volgens mij ook bij... Gewoon bij de plantage. Ja, de plantage natuurlijk. Agnietenhof. Ja. De site natuurlijk, Staluren. Als mensen een kaartje willen, dan kunnen ze eraan komen. Nou. Hey, ik wens jullie nog ontzettend veel succes met die laatste weken. Heel goed oefenen. En dan gaan jullie heel veel mensen heel veel blij maken als jullie straks die voorstelling gaan spelen. Ja. Maak er iets van, hè. Succes. Ja. En bedankt dat jullie zijn geweest. En Til aan tafel, nu tijd voor het bloemetje van de week. Thea van Tussenbroek. Goedemiddag. Hallo, kun je een klein stukje dichterbij komen? Zeker. Wat is dit nu? Dit is het bloemetje van de week. Oh, wat leuk. Ja, en dat is aangeboden door een collega van jou, Jolanda. Ach, wat lief. Oh, dat is echt wat voor Jolanda. Jolanda heeft ons een brief geschreven waarin ze schrijft... Thea is heel akelig ten val gekomen tijdens haar vakantie. En ik mis haar zo, want we zijn zo'n fijn team samen. Oh, heel erg. Ik geef jou eerst dat boeket. Nou, geweldig. Ja. Het is prachtig. Wat is er gebeurd? Nou, ik was op vakantie in Egypte. En mijn man en ik liepen 's morgens vroeg op het wandelpad. En dat was zo'n 60 centimeter hoog. En er was prachtig begroeid gras als je naar beneden stapte. En dat was al 5 dagen goed gegaan. En daar stonden dan de bedjes bij het zwembad. En ik doe dat dus weer. En ik stap in mijn linkerbeen naar beneden. En onder het gras zat een groot diep gat. En daar zat het sprinklersysteem in van het zwembad. Dus daar ben ik zo, een dode klap noemen ze dat. Zo'n 90 centimeter zo naar beneden gegaan met dat been. En recht vooruit, heel erg gevallen. Het was flink hoor. Dus ik had mijn rechterteen gebroken. Mijn knieband gescheurd, kuitbeen gescheurd. Kraakbeen van de knie. Dus ik heb daar nog meer dan 2,5 weken heeft mijn man mij in de rolstoel rondgeduwd. En toen zijn we naar huis gegaan. We hadden eerder naar huis gegaan, hoor, maar mijn zoon had zijn vriendin mee. En het was allemaal gezellig. Ik zeg van, ik ben niet zo'n... Nee. Maar ik zeg van, leg me maar op het bedje en jullie doen je dingen maar. En zo is dan uiteindelijk de vakantie gegaan. Ja. En nu zijn we maanden verder. Ja, het is ontzettend, ja. Ja, maar is het einde van het herstel of van de revalidatie in zicht? De orthopeed heeft dus ook gezegd van, dat ik gewoon naar mijn werk wil. En ook natuurlijk naar Jolanda, want je mist elkaar. En ik heb gewoon afgesproken van, als ik doe wat ik aan kan... En ik begin gewoon 1 keer in de week. Dus volgende week heb ik commissie beleid.
Dus dan gaan we samen. En dan lekken we even de deur uit, hè? De deur uit, want je mist iedereen. Je krijgt dus op Facebook berichtjes, je krijgt kaartjes, je krijgt bloemen. Nou krijg ik dit weer. Ja. En een prachtige fruitmand van de gemeenteraad. Maar je mist gewoon iedereen. Nou, ik wens je ontzettend veel sterkte met het herstel met die laatste loodjes. Goed. Komt helemaal goed. Ja, maar dit is super. Dit is echt verwennerij. Leuk, hè? Heel leuk. Nou, met dank aan Jolanda dus. Ja, Jolanda, bedankt meid. Goed. Ik zie je snel. Super. Oké, dag. Tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel, Sari. Het was weer een gezellige aflevering, al zeggen we het zelf. Ja, absoluut. Ik vond André van Alphen, die over die wandelfit van Asilos komt. De sportman van Asilos, ja. Dat goed initiatief. Prachtig initiatief. En de kinderen van Idem Dito met hun choreograaf Claudia en Minke, de regisseur erbij. En al die kinderen. Ja, ik kan niet wachten. Belooft iets moois te worden. Ja, absoluut. Natuurlijk hadden we ook aandacht voor het bloemetje van de week en de straatpraat. Die drie Tielse politici. Kun jij er nog drie voor de geest halen? Ja, uiteraard. Maar kun jij dat, Rini? Ja. Probeer eens. Even kijken hoor. Nathan Gadesen. Goed. Van de PvdA. We gaan afsluiten. Tom van Oostrom van CDA. We sluiten af. Nou ja, doe maar. Ik ga nog even door. De derde. Vind je het goed dat ik afsluit? Pieter van den Burg van de PvdB. Goed. Fijn dat u heeft gekeken. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Tiel aan tafel.